Toen mijn zoon op zijn 12e naar de middelbare school ging, kwam hij op een middag thuis en zei: er zitten helemaal geen allochtone kinderen meer in mijn klas. Dat klopt natuurlijk niet. David was op advies van zijn meester Raymond uit groep 8 naar tweetalig VWO gegaan. En ineens zaten er geen Ahmeds, Fatima's en Merets meer in zijn klas. Wij zijn ouders hadden destijds besloten om gewoon met zijn zusje naar de buurtschool te sturen. Want dan kon hij met zijn zusje naar huis lopen en naar school lopen. En bovendien hadden ze dan hun vriendjes in de buurt. Dat was wel zo leuk. Maar die vriendjes waren dus ineens verdwenen als sneeuw voor de zon. De Kjels, de Steins en de Tijmens waren wel meegekomen. En de Bentes en de Josines en de Sofies ook. Maar ineens geen Fatima's, Toekba's en Merets meer. Dat klopt natuurlijk niet, zei David. Tot en met groep 8 bestond mijn klas voor 30% uit kinderen met een niet-westerse achtergrond. En nu is de score ineens 100% autochtoon. Met zijn statistisch inzicht was gelukkig niks mis. Hetzelfde geldt overigens voor de Samantha's en de Wesley's. Die zaten ook niet meer in zijn klas. Dat schijnen dus namen te zijn die vaker worden gekozen door lager opgeleide ouders. En hier kom ik bij mijn punt. Dit verhaal is niet een verhaal, een politiek correct verhaal over racisme. Al zijn we daar in Nederland wel erg bedreven in. Dit verhaal gaat over hoe wij kinderen met een andere afkomst op grond van onze vooroordelen uitsluiten van hun kansen. En daarbij treedt er een zelfversterkend effect op. Kinderen van laag opgeleide ouders die krijgen een laag advies. En dus hun kinderen ook weer. En kinderen van hoog opgeleide ouders krijgen een hoog advies. En dan vindt precies hetzelfde proces plaats. Ik lees in de krant: kinderen van hoogopgeleiden krijgen in Amsterdam vaker een te hoog schooladvies. Hoe komt dat? Al decennia proberen scholen en wethouders in Amsterdam segregatie in het onderwijs te voorkomen. Maar er blijven onderzoeken opduiken die aantonen hoe de kloof juist versterkt wordt. Zo liet wethouder Marjolein Moorman uitzoeken hoe het in de hoofdstad zit met schooladvies. Het resultaat is het zoveelste bewijs van ongelijke kansen. 22% van de basisschoolkinderen van de laagopgeleide ouders krijgt een advies dat lager ligt dan de eindtoets die ze later maken. Voor het kroost van de hoogopgeleide ouders is dit maar 11%. Moorman concludeert: deze vorm van schooladvies is slecht voor de kansengelijkheid. Over- en onderadvisering gebeuren niet willekeurig, maar systematisch, zegt Moorman. Opleidingsniveau van de ouders geeft hierbij de doorslag. Zo wordt er vaker onder toetsniveau geadviseerd op scholen met ouders met weinig opleiding, in vergelijking met scholen met ouders met een hogere opleiding. Waarom word ik hier zo pissig van? En waarom was ik zo trots op mijn zoon die zo'n scherpe observatie deed? Ik kom zelf uit een groot gereformeerd gezin. Ik zie sommigen van jullie achteruit deinzen. Wees gerust, het was de links-liberale variant. Ik ben nummer 9 uit een heel groot gezin met 8 kindertjes voor mij. En ik ben nakomertje. Mijn vader was 52 toen ik geboren werd en ik scheel 23 jaar met mijn oudste zus. Dan ben je wel een nakomertje, denk ik. Het bijzondere is dat mijn eigen vader was ook nakomertje. Zijn vader was 50 toen hij geboren werd en ik heb mijn opa Geert dus ook nooit gekend. Die werd namelijk in 1859 geboren. Mind you, 1859, de helft van de 19e eeuw. Hij was al 40 jaar dood toen ik geboren werd.
Nou was deze Geert Noordhof was boerenzoon, maar ook een slim ventje. En dat had de dominee in het dorp ook opgemerkt. In die tijd in Groningen was het te doen gebruikelijk dat per jaar werden er 2 beurzen voor de universiteit weggegeven. En mijn opa Geert Noordhof die kreeg 1 van die beurzen en die ging theologie studeren aan de universiteit. De ene dag stond hij het hooi binnen te halen en de volgende dag zat hij de blokken op Hebreeuws en Grieks, stel ik mij zo voor. Er was trouwens een bijzondere voorwaarde aan die studie gesteld. Hij mocht niet met meisjes omgaan. Dat heeft hem bijna nog zijn kop gekost als dominee, want hij was toch een keertje met een dame in 's avonds opgemerkt. Het bloed, of liever gezegd het zaad, gaat kennelijk waar het niet gaan kan. Hij moest zich verantwoorden bij een commissie. Het liep met een sisser af en hij werd dominee. En daarmee werd hij van de ene op de andere dag, behoorde hij tot de notabelen van het dorp, naast de notaris en de dokter. En daardoor schoten de kansen van zijn eigen zoons ineens omhoog. Voor de meisjes niet, want meisjes studeerden destijds niet. Net zo goed een schande natuurlijk in de 19e eeuw. Maar de kansen voor zijn zoons schoten als vanzelf omhoog. Mijn oom, Harm, die ging als vanzelfsprekend naar het gymnasium. En mijn eigen vader, Jan, evenzeer. Nou was dat laatste niet zo'n succes. Jan was een overgevoelig jongetje met een wat traumatische jeugd. Hij heeft bijna op zijn derde levensjaar zijn leven nog gelaten. Want wat was het geval? In die tijd reden er, en we hebben het over 1912, in die tijd reden er in Nederland overal nog paardentrams. En mijn vader van 3 was bloemetjes gaan plukken langs het spoor voor zijn moeder. Geconcentreerd op zijn werk had hij de tram niet aan horen komen en de tramchauffeur, de tramconducteur, had evenmin het kleine ventje opgemerkt. En zo werd zijn voetje eraf gereden. Nou, het mag een godswonder heten dat het jochie het overleefd heeft in de tijd dat er nog geen penicilline was. Maar goed, wat zal hij overigens gepest zijn geworden met zijn felrode haren en zijn kunstbeen op de basisschool. Maar goed, vervolgens ging hij naar het gymnasium, maar tot overmaat van ramp op zijn 12e overleed plotseling zijn vader. Zijn broer Harm, die inmiddels ook zijn voogd geworden was, zei op een gegeven moment: jij kunt niet leren. Die schoolcarrière werd namelijk niks. Jij kunt niet leren. Jij gaat maar naar kleermakersvakschool. Onder luid protest van mijn vader, want die had daar helemaal geen trek in, gebeurde dat natuurlijk alsnog wel. Hij heeft zijn hele leven een bloedhekel gehad aan het vak. Veel liever was hij Nederlands of geschiedenis gaan studeren, of theologie, net als zijn eigen vader. Door het falen, zo je wilt, van mijn vader, kantelden op slag de kansen van zijn eigen kinderen. Mijn ouders gingen in het chique Driebergen-Rijsenburg wonen en woonden in een arbeiderswijk. En het was niet gebruikelijk dat kinderen uit een arbeiderswijk naar de HBS, laat staan, naar het gymnasium gingen. In die tijd moest je om naar het gymnasium te gaan een extra examen doen. En mijn broer Harm, die vernoemd was naar die eerdere oom, dat was toen ook gebruikelijk. Mijn broer Harm bleek net zo slim als die oom, maar die werd uitgesloten van dat examen. Hij mocht niet meedoen. Nou, na veel vijven en zes en gelobby lukte dat alsnog wel. En hij slaagt. Nou, veelzeggend is het verhaal dat het hoofd van de basisschool gaat naar mijn ouders toe, treft daar mijn jongste zusje, toen 7 jaar aan, en zegt: zeg maar tegen je ouders dat Harm geslaagd is. De man nam niet eens de moeite om naar binnen te gaan en het mijn ouders zelf te vertellen en fietste weg. Later heeft mijn moeder, een felle friezin, nog wel eens tegen die man gezegd: wel fijn dat er ook eens kinderen met hersens naar het gymnasium gaan en niet alleen met geld. En daar had ze natuurlijk gelijk in. Als wij kinderen op voorhand uitsluiten van hun kansen,
dan doen we natuurlijk ook onszelf tekort. Ziedend word ik als ik lees dat Ahmed Abu Taleb, een zeer succesvolle burgemeester van Rotterdam, met veel grootstedelijke problematiek, naar de LTS is gestuurd. Ik ben helemaal niet tegen de LTS, laat dat duidelijk zijn. Maar zo'n jongetje hoort niet op de LTS. Als je kinderen ongelukkig wilt maken, dan moet je ze permanent overschatten en op hun tenen laten lopen. Zoals die Amsterdamse kinderen op die elitescholen. Als je kinderen wilt demotiveren, dan moet je ze onderschatten. Het is natuurlijk een wonder dat Ahmed, kleine Ahmed, de motivatie vond en de vasthoudendheid om via de MTS en de HTS de topbestuurder te worden die hij nu geworden is. Laten we ophouden met frames als sociaal zwakkere milieus en laag opgeleide ouders, of kansrijke milieus en hoog opgeleide ouders. Je zult maar naar het VWO gestuurd worden terwijl je helemaal niks te zoeken hebt. Ik was blij dat ik niet naar het gymnasium hoefde. Ik kon amper enige aansluiting vinden op mijn middelbare school. Ik liep volkomen verward in het rond. En elke keer dacht ik, nou, welke klas moet ik nu weer met mijn pleister op mijn hoornen brilletje? En de drieën en de vieren die vlogen om mijn oren. En pas toen ik enorm was blijven zitten in de tweede, ontspande ik een beetje en begon ik me wat beter in mijn vel te voelen. Laten we liever kijken naar kinderen met een open blik en kijken wat ze echt kunnen. Daar worden we zelf als samenleving ook beter van. Ik wil graag afsluiten met een gedicht dat ik geschreven heb. Naar aanleiding van een prijsuitreiking die ik vorig jaar bijwoonde. En die prijs die ging naar Abuzar Amini, een Afghaanse documentairemaker. En in zijn slotwoord noemt hij zijn moeder. Hij memoreert zijn moeder. En daar heeft hij op zijn 12e afscheid van genomen om bij een oom te gaan wonen in een veiliger gebied. En het gedicht gaat daarover. Over die situatie. Het gedicht heet Opdracht. Ga, mijn zoon, ga. De oorlog hier is eindeloos. Ga voor je leven. Wees sterk. Waar je maar aankomt, werk hard. Probeer erbij te horen. Probeer dat het je nieuwe thuis wordt. En die mensen van jou en jij van hen wordt. Dank jullie wel.